Zo, hier, dat, volgens mij is dat dan zo'n week wel lekkerder trainen als de voorgaande week, of niet? Na zo'n overwinning. Ja, nou, dat helpt altijd. Hè. Dat, volgens mij heb ik dat ook gezegd na de wedstrijd. Dat geeft altijd een beetje vertrouwen en voor de sfeer is het goed. Ja, dus daar heb je helemaal gelijk in. Hoe is de sfeer deze week na zo'n overwinning in de groep? Ja, een stuk beter. Het is natuurlijk wel snel een stuk beter dan die weken daarvoor. En ja, er wordt wat meer geouwehoerd om het zo te zeggen, als ik dat op camera mag zeggen. Maar nee, de sfeer is beter en de sfeer zit er inderdaad beter in. Dus nou, hopelijk kunnen we dat vasthouden zo. Ja, je zegt er wordt weer meer geouwehoerd. Noem eens een voorbeeldje dan. Dolletjes, hoe moet ik dat voor me zien dan? Ja, bijvoorbeeld laatst was het nog zo dat ik met mijn bidon, normale bidon, dacht ik naar buiten te gaan. Want hadden ze een theezakje in mijn water gedaan en dan kom ik hier op het veld, wil ik wat drinken en dan is het koude thee. Dat soort kleine voetbalhumor. Van de buitenkant zal het misschien een beetje dom klinken, maar dat was wel grappig. Hoe gaat het met je eigenlijk? Want ja, vorige keer echt belangrijk in de wedstrijd weer eindelijk eens een keer. Ja, nee, inderdaad wel belangrijk geweest. En daarom gaat het ook goed nu. Nee, daarvoor iets wat minder, maar dat hoort allemaal bij. Maar nu gaat het weer goed. Ja, dus dan kwam maar even lekker op het juiste moment misschien wel, hè? Ja, nee, het was wel even nodig voor het team ook. Zelf, maar voor mij persoonlijk ook wel. Dus ja, goede timing was het inderdaad wel, ja. Jonge Ajax, en ze heeft al lastig, volgens mij nog niet één keer daar kunnen winnen. Maar het is wel mooi nu om dat eens een keer te doorbreken, hè? Zeker richting die play-offs. Ja, ja, elke wedstrijd is mooi om te winnen. En ik hoor net van je collega dat de NEC daar nog nooit gewonnen heeft. En ja, wij willen gewoon graag wat we de tweede helft tegen Jong AZ hebben laten zien doortrekken. Dat geeft je een goed gevoel. Uiteindelijk willen we met een goed gevoel de play-offs halen en de play-offs in. En ja, dat is morgen de eerste wedstrijd voor. En Jong Ajax is een goede ploeg, voetballen goed, hebben veel balbezit. Dus het zal lastig zat worden, maar er zijn ook kansen voor ons. Hey, en voor dit seizoen streef je nog gewoon naar een basisplaats, denk ik, hè? Ja, nee, absoluut. Zoveel mogelijk basisplaatsen pakken die je pakken kan. En ja, dus nu nog gewoon vanuit de bank laten zien. En ja, hopelijk komt die basisplek dan weer dichterbij.